Al die Feyenoorders zijn boos. Ja, ik lees het allemaal wel. Op online en weet ik veel allemaal. Hey, jullie zijn echt heel erg boos. En ik begrijp dat ook. Ja, jullie zijn zo verschrikkelijk kwaad op die Berghuis. Dat hij eventueel naar Ajax gaat. Maar ja, eventueel kan ik er langer. Die gaat gewoon naar Ajax. En jullie kunnen dat gewoon niet aan. Jullie kunnen dat niet verdragen. Ik snap dat ook als Feyenoorder met jullie. Ik begrijp precies wat jullie voelen en waar jullie doorheen gaan. Jullie... Maar ik zou zo graag tegen jullie willen zeggen... Zet het van je af. Ik heb het gedaan. Ik ben ermee klaar. Ik ben officieel niet meer kwaad en boos op Berghuis. Nee. Nee. Ik heb het gewoon net... Gewoon teeval, laat het van je afglijden. En laat het gaan. Het bestaat gewoon niet meer voor mij. Jullie moeten precies datzelfde doen. Doe dat met mij mee. Want luister eens goed. Ik heb al zo vaak gezegd. Hij is, Berghuis, is niet een echte Feyenoorder. Nee. Hij is niet Feyenoord met Feyenoord. Hij heeft nooit echt van de club gehouden. Hij heeft nooit gedacht bij zichzelf. Wat een eer dat ik dat prachtige shirt mag dragen. Hoe mooi is het niet dat ik in dit fantastische stadion de Kuip mag spelen. Dat heeft Berghuis nooit gedacht. Nee, want het was al 2 jaar geleden. Weten jullie het nog? Ja. Toen had hij nog een 2-jarig contract bij Feyenoord. En toen liep hij al te flirten met PSV. Ja, ik weet niet of ik blijf dit seizoen. En misschien ga ik wel naar Eindhoven. En dat was een gezanik. En een gedoe. Daar werd je gewoon dood en doodziek van. En uiteindelijk, toen kwam er PSV. Die wilde gewoon niet het bedrag betalen wat Feyenoord toen vroeg. Ging niet door. En toen, nou ja, dan teken ik wel bij Feyenoord. Maar dan moet ik wel behoorlijk wat geld erbij hebben. Hé, hey, en hij had helemaal niet zo geweldig gepresteerd daarvoor. En zo, hij was maar aan het vervelen. En dat is eigenlijk nooit overgegaan. Berghuis is gewoon altijd een vervelende speler gebleven. Ja, in de ploeg maakte ruzie met advocaat, met spelers op de training. Er was altijd wat. Dan schoot het weer in zijn kop. Dan kreeg hij weer rode kaarten als het niet nodig was. En dan was hij er weer niet als aanvoerder van Feyenoord. En wat zal je je daar nou nog druk om maken? Wat zal je nou nog kwaad maken om zo'n speler? Die Feyenoorder... Dat is Bijlo, dat is een Feyenoorder. Torenstra, dat is een Feyenoorder. Berghuis is, beste vrienden, geen Feyenoorder.